Wat is voor het benzine 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft W Trubieken. Vandaag gaan we alle spulletjes terug naar ons huis en verhuizen. En ik ga het proberen met speed te doen, maar als het niet lukt, vergeef me dan even ervoor. Ik zal het zoveel mogelijk proberen met speed te doen, maar ik zal wel eventjes een stukje dat ik spullen uit de kisten pak. Dat zou ik jullie nog wel laten zien. Oh, zo. Nou, dan gaat deze ook mee. En wat is weiniger? Ik denk hier. Oh god. Dat is helemaal niet weiniger. Al dat lapjes ligt op straat. Nou, in ieder geval, nee, die diamonds die gaan we pas veel later brengen. Dat vind ik even veiliger. En dan moet ik nog één ding meenemen. Nou, dan neem ik wat cobblestone mee. Zo. En waarschijnlijk hebben jullie het zo meteen versneld. Vanaf dat ik uit de stronghold kom. Als het me lukt. Anders, ja. Dan zien jullie jammer genoeg het helemaal. Ik probeer het zoveel mogelijk te versnellen. Dus eigenlijk zien jullie het dan vanaf. Welk punt zou ik doen? Wat lijkt me dat? Welk punt? Vanaf dat ik uit de stronghold ben. Oké. Jongens, dan zien jullie dus vanaf dit punt. Kijk eens, waarschijnlijk hebben jullie net de eerste versnelling gezien. En ik ben weer thuis aangekomen. Want dat is heel mooi nieuws. Maar er zijn monsters neergekomen. Oh god, de god. Ik ben eindelijk weer eens een keertje thuis. Zijn er monsters neergekomen? Oké, nou, snel omhoog. Naar binnen. Naar binnen. Goed zo. Kunnen we nu slapen? Ja, you can rest now. Geweldig. Oké, ik ga even al deze zooi in de kisten gooien. En ondertussen hoop ik trouwens ook dat de versnelling gelukt is. Want eigenlijk, ja, ik ga deze video pas bewerken nadat ik, begrijp het al, nadat ik hem heb opgenomen. Anders zou ik hem echt niet kunnen bewerken. Even geval, eventjes in welk geval, in welke kist stoppen wij en de pearls. Dat is niet voor brouwmaterialen. Maar ik stop het toch bij de brouwmaterialen. Nog een nieuwe boog. Een spider. En dat is wel bij de brouwmaterialen. Twee zwaarden. Die bogen stop ik hier ook even in. Dit is ook allemaal goed. Dit is nog een tool.
Oké, gunpowder. Dus dat moet daar. Flint. Dan moeten we naar boven. Dan moeten we naar boven. Oké, hebben we nog interessantere vlees of niet? Nee, niet echt. Vishengel en zo, verder niet echt. Wat een spinnetjes hier. Zo, nou, flint daar. Oké. Naar beneden. Heb ik hier trouwens nog stuff in? Nee. Dus alles wat eetbaar is, stop ik trouwens hier ook in. En alle tools lijkt mij ook. Dus deze bogen. Heel leuk en aardig. Maar ze gaan er wel in. Oké. Nou. Hop. Bam. 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 En nog een paar keer bam. Oké, dit is een brandmateriaal. Dat is geen etensmateriaal meer. Was het vroeger wel, nu niet meer. Maar volgens mij kun je het alsnog eten, maar ik raad het je even niet aan. Dus ik stop dit bij de brouwmaterialen. Een bone. Die zetten we om naar bone meal. En een string. Gaat ook naar boven, of niet? Ja, oké. Ja. Mushrooms gaan hier naar binnen. Klinkt zo verkeerd, hè? Hier naar binnen. In ieder geval, kisten gaan daar. Deze pickaxes. We gaan hier maar even. Bam en bam. En hier nog een paar pickaxes. Zo. Een crafting table stoppen we mooi in deze kist. En, ja, dit breng ik zoveel weg. Even kijken. Cobblestone. Dat zit ook in een andere kist. Maar lapis. Dat kan ik bijvoorbeeld wel hier laten. In deze kist. Ik heb er nog twee nodig. Twee, oké. Okay. Nou, 64, 34. Hoppakee. Redstone. Echt, man. Wat een redstone blok heb ik, joh. Niet te gulzig hier. Ik heb bijna 8 van die... Ik heb gewoon... Vier stacks vol met redstone blocks. En ik moet nu nog... Redstone blocks craften ook, anders gaat mijn inventory te vol. Of van die kisten vol. Zo. Maar nu we hier toch even zitten kijken. Zit er nog iets in mijn onderste bar? In mijn hotbar? Wat ik moet verplaatsen. Moet ik even nakijken. Nee. Nee. Nada. Nops. Nop. Ja, ik moet er nog een pickaxe in gooien. Ik heb mijn reserve pickaxe weggegooid. Dat is niet echt handig. Wie gooit er nou een reserve pickaxe in een kist? Ja, ik. Ja, dat was ik. Ik heb die reserve pickaxe in die kist gegooid. En dan vraag ik ook nog wie het heeft gedaan. Ik kan het alleen gedaan hebben, want het is geen servertje. Oké, nou. Man, moet je kijken hoeveel redstone echt. Hoppakee. Het zal me niks verbazen als we straks een paar stacks binnenhalen. En een reserve pickaxe. Reserve pickaxe. Hop. Dit is wel een leuke. Nou, dat ziet er allemaal heel mooi uit. Zit er verder nog iets? Nee, dat is gewoon eten. Heb ik hier nog wat te eten? Nee. Wat ligt daar een zwaard in? Oh ja, iron. Oké. Nou, verbrand die zwaarden maar. Volgens mij heb ik alle cobblestone die ik had al omgesmolten. Oké, nou dat is 1 stone. Nou, geweldig. Dan ga ik jou hierin gooien. En ik kan hier ook alle cobblestone in gooien, maar ja. Dat is eigenlijk ook een beetje onzin. Ik ga wel alle cobblestone hier een beetje op een rijtje gooien. Van als ik te veel heb, dan kan ik alsnog alles laten verbranden.
en onbesmelten. Oké. Nou, er zijn er een paar plekken waar ik allereerst nu even naartoe moet. Voordat we weer de terugreis gaan. Die ik waarschijnlijk weer versnel. Maar daarvoor moeten we eerst een bootje hebben. Jongens, dit kan een van de langere afleveringen worden. Omdat deze aflevering vooral gaat om alles verhuizen. Met versnellingen ertussen. Dus voor mij ben ik nu al best... Ja, ik zeg niet best een tijdje. We zitten nog in de tijden van de normale afleveringen. Maar ik weet niet hoeveel het voor jullie telt. Maar ik weet niet hoe snel ik deze ga versnellen. Dat zien jullie allemaal wel. In de video. En dat zie ik allemaal later wel. Nou, daar. En dan moet ik dat één stukje steen. Echt het ene stukje. Oh, de aardappelen zijn ook nog niet klaar. Pumpkins allemaal ook nog niet. Pommeloenen ook nog allemaal niet. Ik heb hier... Zo. Het huis der steen. Hier ligt echt meer dan genoeg steen. En jongens, waarom ik dit bovenop een huis heb gegooid? Ja, ik heb eigenlijk geen andere plek. Maar jongens, dan ga ik weer terug voor de reis. En dan zal ik het waarschijnlijk versnellen. Vanaf dit punt. Nou kijk eens, we zijn alweer een hele flinke tocht gemaakt. We hebben alweer een flinke tocht gemaakt. En nu zijn we weer mooi hier. En dat betekent dat we nu naar die kist toe gaan. En ja, de volgende lading gaan meenemen. En als we geluk hebben, hebben we gewoon binnen nog twee keer lopen. Dus deze keer en dan nog één keer hebben we alles meegenomen. Als we een beetje geluk hebben. Alleen dan moeten we wel geluk hebben. En dan ontbreekt het ons meestal aan. Oké, nou. Deze gaat mee. Deze gaat mee. Aha. Zie je? Pickaxe kapot. Oké. Welke is veiliger? Oh god. Ik moet een kist plaatsen. Hop. En fakkeltjes terug. Hoe had ik ooit kunnen denken dat dit in één keer mee kan? Dat kan toch helemaal niet. Hoe had ik dat ooit kunnen bedenken? Oké, in ieder geval. Dit wordt één van de gevaarlijke rondes. Want we nemen vandaag nu op dit moment onze diamonds mee. Oké, in ieder geval, ik ga nu weer terug. Jullie zullen dit stukje door de Stronghold nog zien, omdat ik het leuk vind. En omdat dit best wel een mooi gebied is. Die Stronghold. Ik weet niet of ik verder nog iets met die Stronghold ga doen. Misschien wel, misschien niet. Maar ja, we zien wel. We zien wel. Als ik nog vind dat die Stronghold van pas zal komen, dan gebruik ik hem. Maar ja. Kijk eens, dan ga ik de aflevering vanaf hier versnellen. Oké, en nu wordt het echt levensgevaarlijk, want we krijgen allemaal blazers. En we hebben onze diamonds weer eens mee, hè? We hebben onze diamonds weer eens mee als het heel erg gevaarlijk wordt. Waarom kan ik niet eens leren met diamonds mee te nemen als het dag is en niet als het nacht is? Lijkt me toch het meest logische. Je gaat niet iets waardevols meenemen naar een gevaarlijke plek. Bijvoorbeeld, je gaat ook geen zwembroek meenemen
naar de Noordpool. Dat is nu een beetje wat ik doe. Ik neem mijn diamonds mee, die ik echt heel veel moeite voor heb gedaan. Midden in de nacht, terwijl allemaal zombies, skeletons, creepers zijn. Dus het werkt echt. Maar het werkt wel tot nu toe. Tot het verkeer gaat. Hé, kijk, dat is ons meertje. Ons sleutel niet meertje. En dan moet ik daar ergens. Hé, maar dat stuk valt wel mee, over mijn vader. Dat stuk valt wel mee. Oké. Ja, nou, dan krijg ik een bootje. Nou, helemaal geweldig. Jongens, waarom ik het steeds zeg van dit punt, is gewoon omdat het makkelijker is voor mij om te bewerken op dat moment dan. Oké. Tweede lading. Nu zijn we thuis gekomen. Allemaal zombies hier. Die lekker verbranden in de zon. En is dit trouwens ondertussen al klaar? Nee, nog niet. Oké. Iron. Daar. Echt, wat hebben we opeens veel iron? Ik had niet verwacht dat ik zoveel iron zou meenemen. Kool. Het kan hierin. Waarom zit dit kool niet bij dat kool? Dat vind ik een beetje onzin. Waarom zit dit kool niet bij dat kool? Zo. Bam. Al het kool gewoon hier bovenaan. Maar dan, is dit kool anders? Dat vind ik een beetje racistisch tegenover dat kool. Dit kool is anders, maar dat kool is allemaal gelijk. Ik snap de logica niet. Furnaces. Dat gaat bij steen. Het gaat zeker bij steen. Diamonds. Zo snel mogelijk. En dit is nou eens mooi om te zien. 22 diamonds. En ik had er maar 19 nodig. Dan gaan we snel even de spullen craften. We hebben al dat. We hebben al dat. Dat hebben we al, dat hebben we al, dat hebben we al. En die en die. Het helmpje hebben we al. Dan ga ik de boots maken. De broek. En de... Hoe heet dat ding ook weer? Chestplate. Oh, ik voel me nu zo baas. We hebben nog 3 diamonds over. Maar we hebben... een chestplate. Een broek. En schoenen. Die van me de volgende keer gaan mooi enchanten. Oké, redstone. Redstone gaat hier mooi bij. Daar ga ik niet te veel aandacht aan besteden. Deze bloks gaan daar... Holy damn, dat was precies mooi gedaan. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 stacks of blokken redstone. Dat is heel mooi. Dat is zelfs meer dan mooi. Ik weet alleen niet wat we ermee aan moeten vangen. Wat kun je met redstone blocks? Ja, een redstone circuit aanzetten. Maar ja, ik weet weer niet hoe dat werkt. Dus ja, daar schieten we ook veel mee op. Gold ore. Ik moet ook kool hebben. Nou, hier. 27 kool. Bam. Gold ore erin. Lapis. Bam, bam, bam. Dirt. Dat gaat bij de bouwblokken. Coarse dirt en normaal dirt kunnen mooi bij elkaar. Hout fences kunnen mooi hier. Ook wood planks kunnen hier. Is dit genoeg voor een bootje? Rails moet ik zo meteen een stukje voor lopen. Cobblestone. Waarom neem ik niet gewoon heel wat cobblestone mee? Je stopt het in de furnaces. Hier, jij mag dat gaan smelten. Jij mag dat gaan smelten. Jij mag dit gaan smelten. Jij mag dit gaan... En dan kom ik überhaupt... Ben ik echt weer. Ik kom altijd eentje tekort. Altijd 1 stack tekort. Nou... Kijk eens aan. Allemaal draaiende ovens. Zo zien we het graag. En dit smelt ik andere keer wel. Eerst een bootje craften. En dan gaan we voor de laatste tocht waarschijnlijk. Tenminste, dat hoop ik. Dat dat de laatste keer lopen wordt. En anders zullen we het nog een keer moeten doen.
Ik doe even voorbehoudsmiddelen. Ik heb namelijk zo'n idee. Dat het niet precies zal uitkomen, jongens. Dus, ik neem even voorbehoudsmiddelen. Of voorbehoedsmiddelen. Oké. Die zit meestal in die slot. Die zit meestal in die slot. Die in die. En een bijl. Zo. Wat ik namelijk nu aan het doen ben, is... Maar het past daar niet allemaal in een kist. En een kist heeft volgens mij evenveel als dit. Dus hebben we een paar losse nodig. Een paar losse inventory slots. Hey Spin. Is Paartje en Huiskipper trouwens nog? Paartje is er nog. Huiskip, waar ben je? Huiskip? Ja, Huiskip is er ook nog. Nou, dan ben ik helemaal blij. Oké, nou, dan stop ik dat rails even weg. En dan gaan we onze volgende tocht, onze laatste keer, daar naartoe lopen. Nou ja, laatste keer. We zullen nog wel een keer, denk ik, naar die end gaan. Maar de laatste keer voor deze verhuizing. En ik moet even wat eten. Hoe ver is trouwens dit dirt al? En jongens... Ik weet niet of het voor jullie een langere aflevering is. Dat kan ik helaas niet zeggen. Ligt aan hoe snel ik dit... versnel. Maar ja, voor mij is het nu best wel een langere aflevering. Niet zo lang waarvan je denkt van... Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, dit zeker wel meegemaakt. Jullie ook wel. Maar ja. Oké. Nou, dan ga ik de verstelling starten vanaf hier. En dan gaan we een leuke bootje varen. Altijd zo, dat is schreeuwend, hè? Ik begrijp niet waarom, maar als je een bootje zit, is het spel gewoon geluid stil. Je etensbord is weg en al het geluid van de game is ook weg. Ik weet niet waarom, maar het is zo. Hey, ja, mooi. Kom op, doorvaren. Doorvaren. Oh, wacht even. Voor we een hele crash krijgen hier, dat ik helemaal moet gaan zwemmen. Dat wil ik niet nog een keer meemaken. Eén keer is meer dan genoeg. Ik dacht, zweven daar opeens zo'n blokje mee. Het was gewoon even nog niet geladen. Ik vond het wel vaak lossen. Dat iets nog niet helemaal geladen is. Oké. Gaan we nog kijken. En naar beneden. En dan is het versnelling vanaf nu denk ik weer afgelopen. Zo. Nou kijkers, we zijn er bijna. We zijn nu in de stronghold weer aangenomen. Waarschijnlijk voor de laatste keer van deze verhuizing. En van deze aflevering. Ik weet bijna nog zeker wel dat we nog gaan terugkomen. Niet om te mijnen, maar om naar de end te gaan. En ik ben trouwens best wel benieuwd hoe lang de aflevering nu is. Nou ja, voor mij kan ik dat zien, maar voor jullie kan ik dat helaas niet zien. En ik ben vergeten een pijl mee te nemen. Ja, dan moet het even met de hand. Zo. Zie je wel. Als ik dit gewoon niet had gedaan, hè, hadden we gewoon dit steen, ja. Of nee, dan hadden we gewoon 18 stenen achtergelaten. En nu zullen mensen denken van, wat een onzin, 18 stenen, dan mag je best achterlaten, je hebt stenen zat. Ja, maar ik vind het toch zonde. En dan die spant het weer en zo. Kijk, als een bootje kapot gaat, nee, ik ga niet naar de scherven van het bootje duiken. Maar voor 18 cobblestone, daar kan je nog meer dan leuke dingen voor doen. Of meedoen. Bijvoorbeeld, ja, nog een keer gaan mijnen. Ik weet niet of we dat nog een keer gaan doen. In de komende tijd. Ik weet niet trouwens of we überhaupt nog een keer gaan mijnen in deze serie. Want ik heb mijn diamonds. Ik heb meer dan genoeg iron. Op zich kunnen we richting de Wither. En voor een... Ja, we gaan er waarschijnlijk nog wel mijnen. Want ik heb obsidian nodig. Voor een beacon. En ik heb geen obsidian. Toch? Je hebt obsidian nodig voor een beacon? Volgens mij wel. Dus volgens mij gaan we nog wel één keer mijnen. Maar ik denk niet naar oors. Ik vind het op zich best wel jammer. Maar ja, het gaat binnen vanaf morgen wel een grote fiasco worden. In de Nether. Want vanaf morgen gaan we, nadat we alles hebben geëchant, gaan we de Nether in. Op zoek naar witte skeletons.
En dat wordt echt het probleem. En voor de mensen die nu denken van, waarom versnel je dit niet, dit laatste tochtje? Ik heb alle andere vier keer reizen al versneld. Deze keer wil ik gewoon even samen met jullie praten. Dan kunnen jullie ook één reisje meemaken. Gewoon dat ik praat. Dat is ook wel leuk. Niet de hele tijd versnellen, gewoon. Gewoon één keer. Rustig. En volgens mij is daar het land. Nee, daar. Dit is een suikerrietmeertje. Daar ben ik heel blij mee. En ik zie mezelf nog wel overkomen dat ik dit toch versnel, hè. Ik zie me dit zelf nog wel even overkomen. Dat ik dit ogenblik op dit moment toch versnel. Als ik dit versnel, of als ik de hele aflevering niet heb kunnen versnellen. Ja, ik ben niet de beste in bewerken. Het lukt me aardig, maar ik ben niet echt een pro in bewerken. Net zoals ik geen pro ben in Minecraft. Echt geen pro in Minecraft. Gaat de zon nou op of gaat de maan nou onder of gaat de... Ja, maan gaat op. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even slapen voor de laatste keer in deze aflevering. Hoop ik. En dan hop, gaan we richting hier beneden. En wat is hier aan de hand? Alles is omgesmolten. En dan mag je dit om gaan smelten. Oh god. Oh, gravel, gravel. Gravel, dat moet hier. Cobblestone. Nog meer cobblestone. Nog meer cobblestone. Nog meer cobblestone. Nog meer cobblestone. Je kan hier gewoon een liedje van maken. Nog meer cobblestone. En nog meer cobblestone. Nog meer cobblestone. En dirt. En trouwens, het is best wel zonde wat ik doe. Want eigenlijk is dit al klaar. En ik ben niks aan het... Ik hoorde een enderman. Als jullie hem ook hoorden, zet het dan even in de reacties neer. Oh, ze komen tegenwoordig ook enderpearls aan huis leveren. Wat leuk. Nou, dat zijn twee enderpearls. Als ze tegenwoordig ook aan huis willen leveren, vind ik dat helemaal best. Mossy stone. Ja, dat dumpen we hier ergens maar neer. Cracked stone. Ja, dat komt daar maar ergens. Granite. Cobblestone. Diorite. Cobblestone. 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 Gravel. Hop. Ja, nee, daar. Goed. Dit is nog niet klaar? Nee. Cobblestone. Cobblestone. Kisten. Hout. Stone bricks. En normale stone. En ondertussen pak ik mijn spullen ook weer mooi terug. Zo. Oké. En dan breng ik dit nog even naar de kist toe. En dan ga ik de afleiding afsluiten. We hebben dus de hele grote verhuizing gehad. Ik ben er blij mee. Ik hoop dat ik deze aflevering mooi kan bewerken. Omdat het alweer een tijd geleden is dat ik heb gewerkt met versnellingen. Dus ja. Zo. Oké. En jullie zeiden dat ik meer met versnellingen moest werken. Dus ja, wat ben ik dan ook van plan? Niet bij alles, maar bij dit soort dingen is een versnelling wel heel eventjes leuk. Ik weet niet of het veel heeft geholpen om deze aflevering korter te maken. Als de aflevering alsnog een half uur is, dan hebben jullie gewoon een langere aflevering. Want ik ben hier zo'n half uur bezig. Nu al. In ieder geval, kijk eens. Ik ga hier beneden in mijn kelder staan. Bij de fornuizen. En dan ga ik tegen jullie zeggen. Kijk, zo hebben we een duimpje omhoog. Help je mij mee, helpt het kanaal mee. Abonneer als jullie het nog niet zijn geabonneerd. Ik hoop dus dat ik deze aflevering mooi kan bewerken. En ja. Dan gaan we de volgende keer alles uit chanten. En naar de witte toe. Maar dat zien jullie de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen. Doei!